Yo, what's up guys? Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering op mijn channel van God of War. Aflevering 19. Ik ga mijn intro niet te lang houden. Want het komt er gewoon op neer dat je de vorige afleveringen gezien moet hebben om te snappen waar ik sta, wat ik ga doen en waar we mee verder gaan. Alles hier in deze plek snap ik niet helemaal. Het enige wat ik kan bedenken is dat we echt in een berg staan. Er is een soort zwarte magie gaande. Aan het begin was dat. Dat hebben we een soort weggejaagd met die blauwe magie die wij zelf hebben. Dus we zijn nu wel gewoon in de berg en kunnen hier rondlopen. Maar wat ik voor de rest nog ga aantreffen, geen idee. Ik hoop dus dat jullie er net als mij zin in hebben de support showen, een like droppen en laten wij verder gaan met de game. Ik verwacht ook wel een gekke boss area battle. Weet ik veel wat. Jongen, jongen, jongen. Wow. What is all this? Where are we? A mine. And if this claw reaches the summit, our goal is near. All right. How do we use it? Okay, deze aflevering zal dus hoe dan ook in het teken staan van onszelf een weg zien te banen door deze mijnschacht op pad op zoek naar de berg. De top van de berg. Beetje held hadden we wel nodig. Oké, dit werkt niet. Ah, come on, man. Ik heb die kracht zo hard nodig. There's gotta be a way to make that claw work. Ja, dat zou heel sick zijn. Nou, laten we even goed rondkijken en proberen niks over te slaan. Aflevering 19 dus. Midden in de berg. Midden in deze mijn. What the fuck? Ik hoor dat geluid van die smid. Zal die hier ergens zijn? There's a the machinery in here looks almost dwarven. That's definitely it. You know, I think the giants not only mine the mountain, but oh, alleen een beetje zilver. Fuck, ja, natuurlijk zit dat vast. Het zit helemaal achter blauwe begroeiing. Er is een lift. Hoe ga ik die aan de praat krijgen, jongens? Hier kan ik niks mee. Het enige wat ik me kan bedenken is dat ik hier nog wat held zag. Oh, daar zat de Trayus. Daar staat ook gewoon te kijken. Kijk, ik zag hier nog wat held en hier dat. That's funny. How so? One hand wrote, Jotnar only. And another wrote, and also dwarves. Should we add to it? No. De berg was een vesting van giganten in Midgard. Nadat ze vertrokken waren, gebruikten dwergen hem als mijn. Ja, dat is te zien. Kijk, hier heb ik wat gevonden. I think I see how this works. The claw's on one side. And if we get this unstuck. Oh no! I think the rope stuck under that rock. That was careless. Yes, sir. Sorry, sir.
Stop. But maybe we can find our way up through there. After, you know, getting rid of those things. Waar? Ik dacht nog echt dat er wat van achter kwam, maar nee. What the fuck? Waar moet deze gas dan zijn? Hij is geglitched. Dit is letterlijk de eerste glitch die ik ervaar. We are done here. Gewoon puur omdat hij op het randje lag. Nou ja, glitch. Hij lag op het randje en die AI snapte dat even niet. Logisch ook. It is a mountain. Big. Sicko licko. Maar het is inderdaad echt gigantisch. Kijk, dat het eerst van de giganten was, makes sense. Maar dat de dwergen er een mijn van hebben gemaakt, dwergen. Kleine onbenullige sukkels. Dan is dit gebied echt gigantisch. Staat die blauwe hier weer? Wat is dat toch, jongens? Kijk, daarom ook een kist. Moet jij hier nou weer? You had a way around the Black Breath all along. Now don't go thinking I could have gotten you past it, you big sack of meat. I got ways around most here, especially up here. Boy, my folks had to run a big joint. Improved the design of the Jotnar traps and built workarounds. Why do you think they're so devious? Oh, that reminds me. Watch out for traps. Komt hij nu mee, jongen? Hey, what the fuck? Hoe wil ik daar ooit komen? Wait a minute, ik heb het al door. More traps. There's a tunnel, but you won't fit. Take it. Okay. Hoe dan? Hey, ik wil die oplossing voor die kist hebben, man. Wait a minute. Oh, dit zijn spinnenwebben, man. Wat als we uiteindelijk ook tegen gigantische spinnen moeten vechten? Dat zou zo sick zijn.
Nou, uiteindelijk toch gelukt om deze kist nog te openen. Aan het begin van deze episode. Ik heb het idee dat er nog veel meer geheimen zijn in dit gebied. Maar goed, we hebben in ieder geval wat extra staal. Wow, wow, wow. You okay? Of course. Waar vandaan? Ah. In dat kopje, what the fuck is dat? Weet je hoe klein die is? Niet? What the fuck? Check dit beest, jongens. Wat is dat voor beest? Ik vind dit echt zo'n vette locatie. Oké, eerst even over een goed rondkijken. I can move it. What the fuck, hebben we het nou verslagen? Dit beest laat ik of dit stukje held laat ik eventjes voor wat het is. Wat hebben we hier nou weer? It moved. And we're stuck. Card still attached to them. I see that. There. Let's go. Okay. That's it. Hier is ook nog dus een pad. Moet je kijken. Dat is niet de goede knop. Maybe there's a way through that big gate up there? Dat was ook niet een goede knop. Dit begint er al meer op te lijken. En dat allemaal voor één artifact? Yes, artifact piece. 2 van de 6. Niet. Ah. Look, another lantern. Broken. Leave it. Something special about them. I can feel it. Ah, we zijn terug in deze area. Yo, Kratos.
Oké, okay, dan kan je gewoon weer terug omhoog. Top, ja, dit is wel de bedoeling. Gedeeltelijk. Maar voordat het zover is, eerst nog even rondgluren overal. Want er zijn sowieso nog wat raadsels. Kijk, die sprong kan ik als het goed is nu eindelijk maken. Maar er moet meer zijn. Nou, hoeveel ik aan het slopen ben. Wacht even, kan je hier gewoon heen? Ja, man. Ook even uitchecken zometeen. Denk je dat je de kar kunt gebruiken om ons op te brengen? Okay. That was good, right? You are more focused. En dan hebben we hier nog een collectible. We zijn lekker bezig, jongens. Heel erg pittig nice. Daar hebben we nog een enemy. Meerdere. Enemies ahead! Heel erg nice. Leave it alone. I know. Oké, we zijn lekker bezig, jongens. Heel erg lekker bezig. Chunk of health. Thank you. Dit kan zeker niet in werking gesteld worden. Nope. Maar we kunnen hier natuurlijk niks van niks heen. Laten we dit even oppakken. Dat was die emmer. En hier, jongens. Kijk. Hier kon je dit doen, toch? Ik heb gelukkig die ketting heb ik al naar beneden gegooid. Kijk, hier kan je naar beneden vallen. En dat is niet voor niks, want hier is gewoon een chest. Dus dit hebben we nu ook opgelost. Deze chest pikken we mee. En dat gaat om, wat is het? Nice, staal. Dan kunnen we op deze manier dit opengooien en kunnen we alsnog hier naar boven. En zo gaan we op een heerlijke wijze door het spel heen. En dan hebben we hier nog eentje. Geschubde focus heupbeschermer. En extra staal, wat is dit?
Beetje health. Nou, ik denk dat we er op deze wijze wel weg kunnen nu. Nee, we're not lost. Integendeel, we're helemaal niet lost. Heerlijk dit. Valken duikvlucht. Dat is een rune oproep. Roept spookvalken op die naar de grond duiken. Is dit er eentje van Atreus? Kijk even, joh. Zo, wat mooi. Even kijken wat het verschil is. Schade verdoven. Ik kan dit vaker gebruiken en het doet voornamelijk aan verdoven. Ja, ik denk dat ik eventjes op deze over ga. Lijkt me erg mooi. Dan pleur ik natuurlijk dit kettingje meteen naar beneden. Voor zometeen. Dat is echt een van de weinige dingen dat ik denk, dat hadden ze wellicht kunnen verbeteren. Dat is het eerste wat me opvalt. En dat is dat als je zo'n kettingje naar beneden trapt, dan gaat hij er meteen aan hangen. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. No way. Jezus, kijk hem jou. We did it. I bet we can make the rope wheel work now. Why give us the way to the top? Ik hoop het, man. Zoek een manier om boven te komen. Ik hoop dat het deze episode überhaupt nog lukt. Okay. Yo, yo, yo. Ga weer. Wat is dit er nou voor een dan? Oh, ijsschade. Fuck! Zo, ik heb echt wel wat held nodig, man. Ik heb nergens held, valt me op. Almost there. Focus it. Erg nice. Ik kan hier nog wat enrage pakken. Almost ready.
erg sick. Oh my god, dat was weer zo'n zwaar understatement. Think you got him. We hebben een bevroren vlam en daarmee maken we de Leviathan boog sterker. Opgewekt door machtige effecten gebruikt om de Leviathan boog. Ik zeg steeds boog, bijl te upgraden. Wat is dit? Een zware rune aanval. Laten we kijken hoeveel het doet. Oh shit, dat is sick. Ik heb nu namelijk deze, alleen die doet enorm veel vorst. Dit doet voornamelijk meer schade. De meeste schade doet deze trouwens. Niet te geloven wat die ook is. Even kijken. Meer beuk aanvallen als je op R2 blijft drukken. Dus je klikt één keer, nog een keer, nog een keer. Ja, zullen we daar een keer op overgaan? Lijkt me heel vet. Meer schade. Super tof. Niet normaal, hè? Echt niet normaal. I don't know what we're still doing here. Nou. Hey. We'll need something to get through this one. Het was me niet eens opgevallen dat daar gewoon nog een verborgen kamer was. It's working. We got the claw back. Oh, there it goes again. En nu, wat zullen we moeten doen? Aan die claw hangen? Nou, wat moeten we hiermee? Oh shit, ik zie het al. Vet man. Echt een toffe episode dit weer. Nou, hou je goed vast, zou ik zeggen. Here we go. Do you think this goes all the way to the top? We will see soon enough. Something feels strange up there. We're heading into danger. Do not concern yourself with what might be. Focus on what is, and be vigilant. Yes, sir. At the top, but we're closer. Wait, that one's not broken. There's a note. A giant's prayer. They're asking their ancestors to watch over them, to guide them home. Boy. Wait. I think I know how it works. Watch. Ask them to watch over mother.
Do you think they'll watch over us on the way to the top? Come, boy. It is a long way up. Wat verdorie. Waarom heb ik toch zo het idee dat uiteindelijk die zoon van Kratos, oftewel Atreus, de opvolger wordt? Wow, wow, wow. Een valstrik. Maar dat hij de opvolger wordt van de hele franchise. Ik heb dat idee zo sterk, dat Kratos op een hele trieste, zielige wijze aan het einde dood zal gaan. En dat Atreus hem opvolgt en dat Atreus de hoofdcharacter van volgende games gaat worden. Ik heb zo het idee dat dat is wat er aan de hand is. Of in ieder geval dat dat gaat gebeuren, want klein detail. Ik weet niet of ik het al heb verteld, maar ik ben er spelonderwijs achtergekomen. Kratos, jouw hoofdcharacter, is natuurlijk een enorm sterke god. De god van de oorlog, al 3 games lang. Alleen hij zelf, daarom is hij zo'n zagrijnige Norse man. Hij zelf ziet dat als een negatief punt. Hij ziet het als een ziekte. Hij haat het dat hij niet menselijk is en dat hij een god is. Dat maakt hem zo totaal emotieloos op bepaalde punten en dat maakt hem zo nors. En dat zorgt ook voor die spanningen tussen jouw nu nog heel erg menselijke zoontje en jou als god, als Kratos zijnde. Wat nou blijkt, gaandeweg, hoe verder we komen in het spel, kom je erachter dat jouw zoon ook krachten heeft. Dat jouw zoon ook een god is. Je ontdekt hoe hij zichzelf ontwikkelt, hoeveel sterker, slimmer, beter hij wordt. En zijn ontwikkeling is eigenlijk gewoon continu zout in de wonden van Kratos. Het snijdt echt door zijn ziel heen de hele game lang om te zien hoe Atreus sterker wordt, slimmer wordt, steeds meer een god wordt. Dus zijn eigen ziekte ziet hij nu ook in zijn zoon terugkomen. En dat is zo goed, jongens. Poh. Ik ga je in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze aflevering. We zijn nog steeds in de berg, nog steeds in de mijn. Er is enorm veel te doen. We moeten hier echt voorbij rollen. Laat hem maar daar doorheen gaan. More tests. Oh, more tests. What the fuck? Maar ik hoop dat jullie dus een beetje snappen hoe super mooi dat verhaal daar dus bij is. Dat hij zijn god zijn ziet als een ziekte, als een slechte eigenschap. En dat hij dat dus nu ziet terugkomen in Atreus en dat hem gewoon continu pijn doet. En dat zorgt dus ook voor die spanning. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Dit was aflevering 19. Wat de hel is dit? Oh, come on! That is maar not echt. Helping. See you on the other side. Wow, wow, wow. Top, hij is al neer. Dat was echt sick. Ik zie jullie zo snel mogelijk weer terug bij een volgende aflevering van God of War op mijn channel. Dat zal aflevering 20 gaan worden. Wow. Ik ga hem hierbij eindigen. Schiet op, schiet op. Zo, ik ga hem hierbij eindigen. En dan in de volgende episode de mijn verder spelen. Verder, verder en verder in de hoop dat we zo snel mogelijk aan de top zijn. We hebben bijna een complete gear set inmiddels. Dus misschien moet ik daar toch maar eventjes naar gaan kijken. Dankjewel. En hier nog een chunk of health die we wel nodig hebben inmiddels. Kablam! Tot de volgende, guys. Ik zie je zo snel mogelijk terug. Peace.